Eigenlijk wil je in zo'n burgerberaad dus een representatie van de bevolking hebben. En dat gebeurt met loting. Het idee is eigenlijk dat je heel veel mensen vraagt om mee te doen met zo'n burgerberaad. En de mensen die zich aanmelden, daarvan ga je gestratificeerd loten. En zodat je evenveel mbo-opgeleiden krijgt. Praktisch opgeleiden zeggen we ook wel eens, als theoretisch opgeleiden. Dat is ook aan de politieke partijen. Samen met de buurt hebben we ons druk gemaakt om de kap te voorkomen. Buren stonden lijnrecht tegenover elkaar. Ze waren zelfs bang om bezwaar te maken. Ambtenaren zetten de hakken in het zand. Besluit is besluit en dat wordt gewoon uitgevoerd. De grote vraag is, waarom heeft het college geen burgerparticipatie toegepast? Er ligt een prachtige participatieverordening. Die regelt onder andere de betrokkenheid van bewoners bij de uitvoering van gemeentelijk beleid en de rol van het college en de raad. Ik kwam eigenlijk op uitnodiging van de griffier. En de aanleiding die lag in het wat de vorige spreekster zei over het kappen van een aantal bomen. Wat niet helemaal met instemming van alle bewoners is verlopen, wat een beetje escaleerde. En een burgerberaad is een manier om tot besluitvorming te komen. Waar ook heel veel draagvlak bij zit. En dus dat was het idee van de actievoerders tegen de bomenkap. Om de gemeente te helpen om tot betere besluitvormingen te komen via een burgerberaad. Dus nu, wat ik nu merk is dat er voor- en tegenstanders waren en zijn voor die bomenkap. En dat het nooit anders is geworden. Dat is nog steeds het geval. En wat heel jammer is, is dat niet mensen met elkaar opgetrokken hebben en met elkaar hebben gekeken van wat is eigenlijk het probleem? Is het ons probleem? Hoe ervaart iedereen dat? Wat zijn mogelijke oplossingen? Laten we ons eens voorlichten door de deskundigen. Wat kan er allemaal? Wat is mogelijk? Dat is niet gebeurd. En dat is gewoon super jammer, want mensen weten echt heel veel over hun eigen omgeving en ook wel hoe ze tegenover die oplossingen staan. Dus je had ze best kunnen vragen, je had ze best in een groep bij elkaar kunnen zetten en gewoon kunnen vragen wat vindt u ervan? En dan te proberen te komen tot een goede oplossing. En dan nog hadden misschien wat bomen gekapt moeten worden. Dat zou best wel kunnen. Maar nu is het gewoon opgelegd, besluit is besluit, moet uitgevoerd worden. Dit is het en niet anders. Kijk, het is niet zo dat een burgerberaad een vervanging is of een disqualificatie van een gemeenteraad. Ja, dat er een angst is van dat dit gebracht wordt als iets van de gemeente komt er zelf niet uit. Maar een burgerberaad moet je niet doen over onderwerp waar de gemeenteraad niet uit gaat komen. Maar een burgerberaad moet je gaan doen over waar een burgerberaad een toegevoegde waarde heeft.